Yo, kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van die Hunger Games of de Oblivion Survivor Games. Sven doet vandaag gezellig mee. Hoi. Die moest net weer voor de opname gek doen, dus sorry voor mijn lacherige intro. Wij gaan vandaag lekker spelen. Jullie vonden het heel leuk dat Sven meedeed, dus ik heb zoiets van, weet je, waarom laten Sven hier gewoon nog een keertje meedoen? Of eigenlijk wou hij het weer zelf, maar goed. Ik heb helemaal niks in te brengen. Ben gedwongen. Nou, eigenlijk, we hebben heel de ochtend hebben Battlefield gedaan. Ja. En toen had ik zoiets van, weet je, maar ik moet ook nog opnemen. Dus nee, weet je, ik doe gewoon mee. Dus hij vond het leuk, dus vandaar. Ook mensen trouwens bedankt voor alle likes en reacties die jullie op de vorige video hebben achtergelaten. En ook op de video met Sven. Aangezien Sven erbij is, kunnen we daar ook nog natuurlijk even over hebben. Want er zijn echt ontiegelijk veel likes op achtergelaten. Echt bizar. Een applausje voor jezelf, doe maar een schouderklopje. Nee, dat moet je gewoon niet doen. En het schijnt dus dat ik typ altijd in de Hunger Games slash tip dat het niet werkt. Dat ik een naam erbij moet zetten. Dus Sven, ik ga het vandaag met je uitproberen. Doe ik slash... Hé, wacht, er staat er dit niet. Sven huh? Jong, laag streepje. Ja, normaal kan ik slash tip doen. Even kijken hoor. Tip, notch, quake. Was ik Sven met je full-line place name? The... Oh! Sven Jong, laag streepje. Oké, ik heb jou iets van tip aan jou gegeven of zoiets. Dat betekent dat ik dubbel coins krijg of iets of zoiets. Nou, Sven, veel plezier ermee. Nou, bedankt. Alsjeblieft. Hoppatee, ik heb een body. That's it. Dit is echt... Okay. Dit is echt een niet zo'n toffe map. Want... Oh, ik word meteen iemand gemapt, joh. Ik spawn nu met helemaal niks. Wat denkt deze vent, joh? Deze vent denkt het is vissen of zo. Dat duurt zo! Ik word nu al gemapt. Ja, ik ben half apeet. Ja, ik ook al. En terecht, aanpakken jij. Opkomst boeven. Deze map is klein. Hoppatee, dat is lekkere loot. Oké, dan moet ik wel wegrennen. Oh, yes. Oké, dat zijn 2 kills. Lekker, Duffy. Poeh. Dat scheelt niet veel. Oké, ik moet nu wel snel dit aantrekken. Aan. En doorrennen. Duffy doorrennen. Wow, oké, ik leef nog. Dat is best wel bijzonder. Ik heb 3 HP. Ik heb wel 2 kills kunnen maken daardoor, maar het scheelt eventjes niet veel. Gossie jongen, ik leef ook nog maar net. Holy damn. Okay. Oh my goodness. I'm still alive though. Oh wow. Had ook wel even heel anders kunnen uitpakken voor vandaag, mensen. Wow, we leven nog, daar gaat het natuurlijk om. En mijn blazen worden meteen weer agressief, dat betekent dat wij gewoon erachteraan gaan. Twee heerlijke blazen. Oh ja hoor. Ben je dood? Ja, ik ben dood. Oké, ik heb 3 kills inmiddels. Oké, mijn blazers zijn gekilled. Het zorgt echt helemaal nergens op. Okay, dat is weer een kill. Mijn blazers zijn nog niet gekilled, awesome. Oh, ik heb wel eentje van mijn blazers gekilled. Oeh. Hoi Blaze. Ze hebben gewoon 1 van mijn blazers gekilled. Maar goed, ik heb al 4 kills, dat is wel chill. Maar ze hebben wel gewoon een blaze van me gekillt. Daar ben ik niet blij mee. Maar goed, we gaan gewoon enchanten. Want dat kan ook in het midden van de map. Dat weet ik mensen. Die ik heel vaak in de reactie wordt het achtergelaten van. Je kan deze map ook gewoon in het midden enchanten. Dat weet ik. Dus dat gaan we vandaag proberen te doen. Als het in ieder geval nog lukt. Ik denk het haast wel. Jawel, dat moet lukken. Dan hebben we gewoon even sharpness op ons schoortje. Jij bent dood, hè? Ik ben dood. Jij weet dat je mij gewoon kan spectaten dan? Ik expecteer jou, ja. Oké, awesome. Oké, ik heb sharpness erop zitten. Oké, dan. Wat leeft er nog? 1 MVP en 2 gewone spelers. Oké, hier hebben we iemand. Ik ook een blaze. Daar zit die MVP. Of niet? Nee, dit is geen MVP, dit is mijn blaze. Hoppatee, oké. Ik ga sowieso de deadmatch alweer in. Dat is wel chill. Dat ik gewoon dat nu al weet. Dat ik gewoon de deadmatch in ga. Ik heb ook nog een iron body. Die gaan we eens even lekker enchanten. Protection 1 erop, hoppatee. Dat is wel super chill. Die moet ik wel aantrekken dan natuurlijk. Ook nog een bottle of old Jenning. Nog genoeg voor een level. Nee, damn it, net niet genoeg. Ai, nou goed, mensen, weet je. Ik ga nu, zoals jullie weten, ga ik nu natuurlijk niet dom doen en rushen voor kills. Dat heb ik van Sven geleerd. Oké. Oké, toch wel. We zitten gewoon gevechten. Woe. Nog een kill. Holy shit, oké, ik ben nu wel heel erg low. Maar goed, het maakt niet uit. Dit was niet mijn bedoeling om nog een kill te gaan maken eigenlijk. Maar goed, dat zeg ik heel eerlijk, want zoals je ziet, Sven, mijn HP is gehalveerd. Dan gaat het lastig worden tegen zo iemand. Maar goed, ik ga mijn best doen mensen om te winnen. Dan heb ik in ieder geval 7 kills. En dan hoop ik ook een lekker amount of coins. Maar goed, dat is natuurlijk nog maar eventjes de vraag.
Oké, hij ziet mij niet. What the fuck? Is dat schil? Ze kunnen elkaar nog niet starten, joh. Oh ja, Duffy! Hij heeft 1 HP. Ik liet expres mijn Blaze een keer. Dat vind ik het allermooiste wat er is. Om een Blaze een kill te laten maken. En dat is wel echt super awesome. In ieder geval, mensen, de eerste win voor vandaag is alweer binnen. We gaan lekker nog een potje spelen. Want ik heb er zin in, Sven. Ik hoop jou ook. Je moet gewoon meedoen. Ja, is goed. En je hebt gewoon geen keuze. Nee, het is afhankelijk van de situatie die je speelt. Ja, gewoon de eerste win alweer. We gaan nu in Valley. Ik denk dat je die map... Ik weet niet of je die map kent. P-Warp. Zit je erin? Ja, hij zit erin. Ja. Mooi zo. Ja, dit is een wat kleinere map. Ik vind dat het leuk om een grote map te doen en een wat kleinere map. Gewoon als toetje, zeg ik altijd. Noem ik vaak een toetje. Het kerstje op de taart. Ja, maar net ging het vorige potje wel heel erg snel. Dat ik, ja, de ene keer heb ik natuurlijk een snelle win, de andere keer duurt het potje heel lang. Maar... Kijk, dat potje wat wij nu speelden tegen elkaar, dat duurde nogal heel erg lang. Ja, precies. Maar kijk, dan heb je ook gewoon genoeg in één map. Anders wordt het misschien ook wel te, weet je. Maar dit was gewoon, ja, een snelle win eigenlijk. En ik heb gewoon meteen een win, eerste potje. Dat is ook wel heel chill. Ik vind die maps wel heel vet die ze hier bouwen. Ja, klopt. Ja, ik weet niet, jij gebruikt natuurlijk een ander texture pack, maar ik gebruik natuurlijk Prolines. Ja, ik gebruik een Conquest. Ja, oké. Okay. Ik vind Prolines vind ik fijn. Het, ja, het is een beetje een PvP dingetje. Ik heb als het goed is, weer jou gedaan of zo. Wat moet ik typen dan? Ja, ik moest gewoon slash tip en dan heb ik jouw naam gedaan. Slash tip en dan Sven Jong. En dan schijnt dat ik dan iets van extra karma punten krijg of dubbel coins. Ik snap er geen fuck van. Ik doe altijd normaal gewoon slash tip dat ik dubbel coins krijg of zo. Maar mensen zeggen dat dat niet werkt. Dat ik zoiets heb van, nou ja, het zal wel. Maar ik heb wel zoiets van, mij werkt dat wel, maar... Ik moet gewoon naar je kijkers geloven, die hebben het vaak goed. Ja. En overleven. Lief. Had jij het vorige potje überhaupt wel een kill gemaakt? Ja. Oh. Nou, weet ik niet. Mensen, heeft Sven vorige potje een kill gemaakt? Jullie kunnen het zien, als jullie goed hebben opgelet, weten jullie het ook. Zijn naam is Sven Jong, dus dat... Ja, dat weten ze denk ik sowieso wel. Ik weet het niet meer. Ik ben het al vergeten, dus... Wat weet je überhaupt wel? Wat ik wel weet... Dat ik goed ben, toch? Ja. Gaat dus heel schijnheilig. Ja. Deze Sven, jongen. Oké, ik wil je proberen een kill te pakken. Ik probeer hier een beetje mezelf te versterken. Nou, dat probeer ik ook. Ik wil iemand te killen. Hoppatee, die is down. Awesome. Oké, okay, dat betekent nu ook dat als het goed is heb ik nu zijn kit gekregen nog net. In ieder geval een stone sword heb ik. Awesome. Die. Oké, okay, blazen worden even lekker gespawnd. Hoppatee. Die gooi op de grond. En we gaan op zoek naar een nieuwe kill. Dat zie ik hier beneden al. Ik hoop niet dat jij het bent, want dat zou een beetje ja, sneu zijn. Dat ik jou gewoon twee keer moet ownen, zeg maar, in de Hunger Games. Twee keer moet ownen? Ja. Een vorige opname, ik bedoel vorige keer dat je meedeed, toen we heel veel likes hebben gehad, heb je het er ook gehoond of ben je alweer vergeten? Ik weet van niks. No! In de deathmatch. En ik ben al dood. Lekker voor je. God, hij heeft nog maar 3 fucking health. Was jij net in het water? Nee. Oh, dan is dit niet die kerel tegen wie jij net aan het vechten was. Ook zie je al met z'n 2 blazers. Het probleem is dat ik zeg maar nu bij het water ben en mijn blazers houden absoluut niet van water. Wat je het ook wel begrijpt. Zo, eentje gaat er kapot. Oh, Charlie Chaplin. Hij is down. Dat scheelt niet veel. Ik ben ook pittig low daardoor geworden, maar goed, ik heb hem down. Ik weet ook dat er iemand aankomt. Maar goed, ik kan op het moment even niks zeggen doen. Oh, dat is die vent die mij doodgeslagen heeft. Zo! Wow. Zag je dat? Ja. Ik weet niet wat ik deed, maar hij is dood. Dat is gewoon... ik weet niet. Force field. Hey! Kom! Oh. Kom! Dat heb ik helemaal niet. Ik word nog steeds heel vaak uitgescholden voor cheater. Dat vind ik altijd wel een compliment. Eigenlijk is het gewoon een compliment natuurlijk. Dat je gewoon... Ja. Heb je trouwens een keer die video gezien dat Hypixel mij voor hacker had uitgemaakt? Dat ze dacht dat ik hack zat. Huh? Dat was zeg maar altijd zo voordat ik nog VIP had. Ja, ja. Toen haalde ik ook wel eens gewoon 10 kills in een potje. En als non-VIP vonden ze dat schijnbaar heel raar of zo. En kwam in één keer in beeld te staan van... turn your hacks off or you will be watching by a mod or an administrator en bla bla bla. Ik dacht van... Oh, ik weet niet wat jullie het over hebben, maar ik heb geen hacks. Maar goed, dat was altijd zo. Of altijd. Ja. Regelmatig af en toe. Even Apeldoorn bellen.
Hier iemand in de spawn met honden. Oh, kom hier. Oh my god, Defend of Muzzle. Ik zet het water in. Ja, daar ga ik natuurlijk niet achteraan op het moment. Dan ga ik expres nu even lopen te enchanten. Heb je achter hem aan? Ik denk het wel, hè? Ik kom achter hem aan. Hij doet met zijn honden. Ja. Oh, hij heeft 8. Bam. Oké, die is ook down. Oeh, oké, leven nog 4 mensen. Ligt hier nog betere loot tussen? Ik denk... Ja, wacht, zijn protection boots natuurlijk. Die moet ik natuurlijk wel even hebben. Oh, die heb ik al. Hoppatee. Protection 3. Awesome. Oké, heb ik nog een blaze? Nee. Geen blaze meer? Are you kidding me? Wanneer is die dood gegaan? Hè? Nee, even serieus. Wanneer is die dood gegaan, Sven? Nee, dat heb ik niet gezien, man. Huh? Dammit, waarschijnlijk te veel damage gepakt. Eentje bij het water, volgens mij. Oh, achter de boot zit erin. Ja, ik wou zeggen, ik dacht dat hij in de boot zat, maar hij zit achter de boot. You won't expect you. Dat is heel sneaky. Wat? Ja, met zijn boog. Ja, hier kan ik niks aan doen, weet je. Ik bedoel... Hij is degene die met een boog in een keer gaat lopen schieten. Weet je dat ik normaal gewoon helemaal geen eens een boog gebruik? Normaal gooi ik hem altijd gewoon op de grond. Ja? Dat zie van boeiend. Ja, maar ja, van mijn kijkers moet ik mijn boog gebruiken. Ah, belief. Dat belief, belief van Cosmo. Af en toe heb ik daardoor dus gewonnen. Dus van, maar zie je ook die pijlen langs te vliegen? Nee. Ik zit gewoon rustig te enchanten, joh. Waar dan? Nee, die pijlen hier. Oh nee, ik zie helemaal niks, joh. Ik zit gewoon rustig te enchanten. Ja, daar heeft iemand een spectator mode. Heeft die zijn pijlen. Pijlen in spectator mode? Ja, joh. Hij heeft die gewoon in zich zitten. Oh zo, oké. Okay. Nee, dat heb ik helemaal niet gezien. Maar goed, we hebben vandaag deadmatch nummer 2. We zijn nog wel nog met 3 man. Dat is wel op zich vervelend. Maar het kan op zich, het kan. Weet je, ik weet niet of dit een team is of niet. Ja, dan zou dat echt vervelend zijn natuurlijk. Maar goed mensen, ik ga natuurlijk gewoon mijn best doen hier. Oké, dat is 1 down. Hier gaat nummer 2. Ja hoor. Oh. En we hebben hem ook down. 2 wins vandaag mensen. Weer 7 kills. Dat zou nog wel een keer 380 coins zijn. Sven, bedankt voor het meedoen aan deze video in de Hunger Games. Je hebt helaas niet kunnen winnen. Ik heb geen contributie erbij gebracht. Maar goed, het was wel gezellig. Mensen, vond je dit nou een leuke aflevering? Vergeet nou alsjeblieft om een like aan te klikken. Vergeet op abonneren te klikken. Check Duffy meer. Check Sven's Twitter ook in de beschrijving. En dan zie ik jullie de volgende keer weer bij een nieuwe aflevering van die Hunger Games. Later mensen.